Edwin van Hoevelaak. En zijn ode aan Max Verstappen. Max won voor de tweede keer dit seizoen een Grand Prix in Mexico. Heel Nederland aan de buis gekluisterd, ja toch? Zeker weten. En dat doet iedereen wanneer hij achter het stuur zit. Dat ik dit als commentator meemaak, lul niet meer. Bizar. Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking hell. Wat bizar. Achter de winnaar, Max Verstappen. Geen problemen en gelijk, boem, wint hij de wedstrijd met overmacht. Hamilton kwam er niet aan te pas. Huilende mensen, scheldende mensen. Ja, Edwin, dit vraagt om een liedje, een beatron en klaar ben je. Ja, beatron en klaar ben je. Nou ja, sinds jaren dag ben ik natuurlijk een enorme fan van autosport en autoliefhebber. Ja. En ik volg dat op de voeten en ik vind het prachtig. En de hele sport vind ik geweldig hoor. De hele teamwork van die gasten allemaal. Ja. En ja, we hebben natuurlijk op dit moment gewoon de allerbeste rijder van de hele wereld gewoon in Nederland zitten. En wat een smoel heeft die jongen ook, hè? Die bravoure van hem. Dat is geweldig. Natuurlijk prachtig. Dus ja, ik ben gewoon trots. En, ja. En wat jij doet is liedjes maken. Dus je ik ga liedjes maken. En ik zit zondag voor die tv. Nou, hij wint gewoon weer daar in Mexico. Natuurlijk ongelooflijk. En ik wil gewoon een lied maken daarover. Even voor onze duidelijkheid, het was dus zondag inderdaad. Hij won voor de tweede keer in Mexico. Jij zit dan voor de tv. Beschrijf ons even hoe dat er dan uitziet. Ja, nou ja, bij de start is het al, pakt hij de kop. En hij is nooit meer daarvan weg geweest. Ja, maar hoe jij voor de tv zit, daar ben ik benieuwd naar. Zit jij daar dan op een krabier? Zit je daar dan met een oranje shirt of met een Red Bull petje? Nee, ik volg alles, ook de voorbeschouwingen en alles erop en eraan. En ja. Dan is het wel zenuwen in mijn keel, ja. Ja, toch wel, hè? Niet dat het gelijk de eerste bocht misgaat, want het is natuurlijk ook een paar keer gebeurd. Zeker. Maar ik zit dan wel het puntje van mijn stoel en dan is het vasthouden. Dus anderhalf uur zit je dan helemaal aan de buis gekluisterd. Als het maar goed gaat. Ja, ik heb namelijk van jouw broer gehoord dat jij thuis ook een soort van simulatieapparaat hebt. Een soort van flight simulator. Ja. Waarmee je gewoon mee kan reizen. Ja, ik heb twee van die kerels thuis lopen, van die morbels. En die, we hebben zo'n wagen gekocht. Die echt heel realistisch is. Er staat ook een Red Bull op. Ja, het is niet te geloven. En daar zijn we aan het racen en dan kom je erachter hoe moeilijk het allemaal is. Ja, want dan moet je echt schakelen, moet je inhalen en je stoel beweegt dan mee, hè? Alles beweegt mee. En het is ongelooflijk, het is een groot televisiescherm. En dan zijn we tegen elkaar aan het racen, maar dan kom je erachter hoe ingewikkeld het allemaal is. En moeilijk en hoe snel en accuraat je moet reageren op alles. En ja, ik ben nu niet zo heel erg goed. Maar mijn ene zoon die is echt inmiddels wel redelijk. Die rijdt me er wel uit. De tweede. Ja, maar het is echt hartstikke leuk. Ja. Om die beleving dan zelf een beetje mee te maken. Maar het is natuurlijk niets vergeleken met Max. Nee, uiteraard. Maar het is mooi om dat thuis te doen. Zijn jullie trouwens een beetje fan van Formule 1 of Max? Nou, van Max vooral. Ja toch wel, vind dat een Nederlander, toch? Zo'n jonge jongen, het is toch heel uniek. Ja, en nu we toch geen Nederlands elftal meer hebben, wat dat een beetje een deuk in een potje boter voetbalt, dan doen we Max in maar, in geval. Ja, precies. En u ook? Nou, minder. Maar ik vind het ook wel een beetje eng. En hoe hard rijden ze? Als ze op zijn hardst rijden. Nou ja, in Mexico ging het op die rechte stukken 350 miljoen. Ja, zo moet iets misgaan. Ja, dat is het. Het is ook echt topsport, hè? Want je krijgt natuurlijk heel veel druk op je nek. Ik denk dat er niet zo veel meer gebeurt, hè? Nee, de Formule 1 is redelijk veilig geworden nu. Hè, door alle aanpassingen en dat staat hoog in het vaandel. Maar vroeger was het regelmatig natuurlijk ongelukken en overleden en noem maar op. Ware topsport. Ja, dat is het. En gevaarlijk ook. Maar toch nogmaals, even terug naar dat liedje. Wat ga je maken dan? Nou ja, ik zat daar en voordat ik het wist had ik het al op de social media gezet. Oh echt? En ik had er ook al een zanger bij in gedachten. En inderdaad, net wat je zegt, met voetbal gaat het op dit moment niet zo heel erg lekker met ons. Nee. En we hebben ooit voor de voetbal hebben we ook een liedje geschreven. Kijk. Met een zanger die heet Wolter Kroes. En dat was een FIFA Hollandia gedaan. Maar wij dachten van, nou, we gaan nu voor Max een ode brengen aan onze held, zou ik maar zeggen. En Wolter en ik zijn allebei enorme autoliefhebber. Dus Wolter Kroes wordt de zanger? Ja. En jij bent al aan het schrijven geslagen? Ja, we zijn al aan de gang. Dus, ja, okay. Dus het wordt wel een heel stoer liedje met natuurlijk het gevoel dat wij Nederlanders, als Max weer over de finish komt, dat wij dan allemaal dit gaan zingen. Dus er zit echt vaart in het nummer? Het wordt niet een soort van schuifelliedje? Nee. Het is power en energie en feest en euforisch. Alles moet erin. Te gek. Kan je al een klein beetje tipje van de sluier? Nee. Er staat geen klokkenspel hier. Nee, dat niet. Het wordt nog een verrassing, maar we zijn ermee aan de slag. Dus, ja. En wanneer kunnen we hem krijgen van Wolter Kroes? Ja,
binnenkort. Ja, binnenkort. Bij de volgende. Ja, dat hopen we wel. Want hij zegt dat hij in 2018 gewoon voor de titel wil gaan, hè? Ja, nou ja, het zit mee. Zijn wagen blijft nu heel. Hè. Het gaat goed. Ja. Hij is in topvorm. Zijn team is top. En je ziet het afgelopen zondag. Hij rijdt weg. En hij rijdt op een gegeven moment 20 seconden vooraan. Ja. Ja, dan ben je wel een zoele jongen. Een grote jongen. Ja. En nog maar 20 jaar. Even tot slot. Heeft hij al gereageerd op zijn, de komst van een liedje speciaal voor hem? Nee, nog niet. En ik vraag me af of hij dat zou doen. Maar ik vind het in ieder geval leuk om als liefhebber van de sport en om dit te doen. Dat vind ik echt geweldig. Hartstikke mooi.